Joep Wierink van de Heracles Foundation. Wat vind jij van vanmiddag? Ja, heel mooi toch? Ik zie alleen maar blije gezichten. Heel veel spelende kinderen. Samen met Jesse Hoornkamp. Heb je gescoord? Ja, 2 keer. Het was 1 met een lopje, hoe ging dat? Ja, mooi, ja. Gewoon fijn. Ja, ik gaf de assist. Ja, gewoon, ik doe alle assisten aan hem en hun allemaal dadelijk. Wat vind je van deze activiteit vanmiddag? Helemaal leuk. Hè? Is leuk, hè? Ja. Wat? Is leuk, hè? Gewoon voetballen is leuk. Waarom doet Heracles dit? Nou, wij willen met Heracles Almelo en specifiek met de foundation willen wij meer zichtbaar zijn in de wijken. Willen we de wijken in beweging brengen, houden. Buurten aan elkaar linken. Verschillende doelgroepen ook aan elkaar binden. Nou, ik denk dat hier achter dat wel aardig gelukt is op dit moment. Jesse Hoornkamp hier op het voetbalveldje het Grootse Maat. Wat vond je van deze activiteit? Ja, mooi. Het is echt leuk. Lekker voetballen met die kinderen in de wijk. En een beetje plezier maken. Dus echt een leuke actie. Ja, waarom heeft een voetbalclub niet alleen sportieve, maar ook maatschappelijke ambities? Zonder onze supporters bestaan wij niet. Wij hebben elke thuiswedstrijd 12.000 mensen in ons stadion zitten. Met hun proberen wij onze wedstrijd te winnen. Proberen we de fans of de tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken. Dus we proberen het ook weer terug te geven. Want hoe beter het onze supporters gaat en hoe fitter en vrolijker ze op de tribune zitten, hoe meer lol Heracles daar weer van heeft. Dus het is een wisselwerking. Wat doe jij liever, gamen of voetballen? Voetballen. Waarom? Voetballen. Het is leuker en het is goed voor je energie en zo. En ja, het is gewoon goed. En het is leuker. Er zijn veel meisjes die voetballen, hè? Jawel. Ja. Doe jij het vaak hier op het veldje? Jawel, maar soms ook ergens anders. Waar dan? Ja, bijvoorbeeld bij mijn school, Step. Heracles! Zondag tegen FC Twente. Wat wordt dat? Ik denk 2-1 voor Heracles. 2-2. 2-2, jij? Zondag, Twente? Ja, ik denk 2-1. Heracles. Twente? Ja. Ik denk 1 of Heracles. Jullie gaan zo. En de Hoornkamp gaan we scoren. Vandaag in de Grootse Maat, jullie gaan dit vaker doen, hè? Absoluut. We komen elke maand in ieder geval een keer terug hier. Voor een periode van 3 jaar doen we in samenwerking met Unive. Dus dat is echt top. En we hebben de ambitie om dit seizoen nog, dus in het huidige seizoen, dit uit te rollen in 3 wijken. Dus in Gozemaat, De Riet en Ossekoppelhoek. En de uiteindelijke ambitie moet zijn om het in 9 wijken uit te rollen. Dus over 3 jaar in 9 wijken. Heb je nog tegen Jesse Hoornkamp gespeeld? Ja, we hebben dat gedaan. We hebben tegen hem gespeeld. Ja, het is wel mooi om tegen Jesse Hoornkamp te spelen. Goeie speler. Jawel, maar niet zo beter als ons. Nee. We pakken hem wel. Ik geef hem akkepannen dan. Akkepannen? Ja, ik geef hem. Te makkelijk. Niet op ons niveau. Kijk, wij zijn heel veel hoger niveau dan hem. Ik heb hem leren voetballen, hè.